Landskampioen zijn ze nooit geboren, maar dit kleinood wordt twee keer gewonnen door Fortuna 54. 60 jaar geleden wordt het betaald voetbal hier in Gelein geboren, onder leiding van Giet Joosten. Dit jaar bestaat het betaald voetbal in Nederland precies 60 jaar. In Gelein ligt de bakermat van het betaald voetbal en daar werd onlangs bij stilgestaan. 10 jaar geleden werd het Fortuna Monument onthuld, daar waar ooit het befaamde Mauritsstadion stond. Het monument werd voorzien van de namen van spelers die ooit furoren maakten in dit stadion en kampioen werden met Maurits en die de KNVB-beker wonnen met Fortuna 54. Nu, 10 jaar later, wilde men er één naam aan toevoegen, die van Giet Joosten. Giet Joosten is denk ik een van de grootste Geleners die we ooit gekend hebben. Giet Joosten is oprichter van de Vlarissen, voor de allereerste op de Vlaris. Later heeft hij natuurlijk Fortuna 54 opgericht, maar dat niet alleen. Hij is de grote voorvechter geweest van de komst en introductie van het betaald voetbal in ons land. De aanleiding om met betaald voetbal te starten was de watersnoodramp van 1953. Wat gebeurt er nu in 1953? Het grote drama, de overstroming in Zeeland. Dan kregen we dus een benefietwedstrijden. De Nederlandse profs in het buitenland speelden toen tegen het Franse profelftal. En Frankrijk was op dat moment als voetballand een wereldnatie. Dus wat moesten we dan nu tegen doen? We zouden alleen maar dik verliezen. Nou, wat gebeurt er? In het Parc de Princes in Parijs, Nederland verslijt daar het Franse profteam met 2-1. Dus de Nederlandse profs. Dat heeft voor zoveel plezier en vreugde in Nederland gezorgd. Een orkaan van enthousiasme. Op weg naar huis zei toen Giet Joosten tegen de lui wat er bezig is. Die waren ook daar. Jongens, en nu is het afgelopen met het amateurvoetbal. Nu gaan we weer in Nederland beginnen met betaald voetbal. Nou, dat is het verhaal. En dat is eigenlijk wat Giet Joosten gedaan heeft voor het voetbal. En hij heeft er Fortuna 54 opgericht. En na heel veel conflicten en discussies met de gereformeerde KNVB, zou ik dat zo zeggen, maar het was wat stijver als de Limburgse profvoetballers. Nou, die zijn gefuseerd en toen is het betaald voetbal officieel van start gegaan. De naam van Joosten had toch al 10 jaar geleden aangebracht kunnen worden, of niet? Op de dag dat het moment onthuld werd, dacht ik mijn eigen, jongens, waar heb ik het verkeerd gedaan? Nemens hij ons erover had aangesproken, maar ik dacht, het is niet goed. Dat is toch echt de grote man geweest. En dat heeft me 10 jaar achtervolgd. Ik heb daarover gesproken met diverse wethouders van Gelein. Van jongens, kunnen we het niet doen? En dan zachten ze tegen me. Ja, doch, Koos, kom maar naar Oost en dan rijden we dat. Ik heb het zelf een beetje laten hangen. Maar nu deed ze de kans voor. Dankzij de stichting MP-feest. Die wou we gaan doen met Fortuna 54. Toen dacht ik van jongens, en nu gaat het gebeuren. Uiteindelijk kwam het er toch van. Een 25-tal oudspelers van Fortuna 54 haalde men naar de heronthulling van het monument. Namens de gemeente sprak wethouder Leo Geijlen. En hij had lovende woorden voor het Fortuna van nu. Net zoals we dat nu doen van de wedstrijden in het Fortuna Sittardstadion. De club waarin de nalatenschap van Fortuna 54 niet alleen in de naam terugkomt, maar wat ook blijkt uit het doorzettingsvermogen om ondanks tegenslagen het hoofd boven water te houden en bezoekers te fêteren op mooie voetbalavonden. Ook daar, dat mag best een compliment voor gemaakt worden. Voor de onthulling werd de KNVB-beker getoond. Fortuna 54 werd nooit kampioen, maar won wel 2 keer de nationale beker. En dan maar met z'n allen het nieuwe opschrift onthullen. 1 oud voetballer die destijds, dus 60 jaar geleden, naar Fortuna in Gelein kwam, werd gehaald door Giet Joosten. En dat is Jan Notermans. Hij voetbalde destijds bij Stadia. We wilden graag weten wat Giet voor een man was. Maar ja, het was een joviale vent en hij had dus echt onnoemelijk veel voor de voetbal gedaan in die tijd. Wie heeft er dik zoiets gekregen om bij Fortuna te komen voetballen? Ja, dat waren nogal gaten. We zitten er geleden, toen de tijd, dat ging van geen kant. Maar ik moet zeggen, het was zo'n joviale vent en daarvoor heeft hij mij toen ook overgenomen. Door, ja, want toen ging ze over van amateur naar profvoetballer. Hè? Toen ging ze centen verdienen met voetballen. Ja, echt centen. Hè? Als ze nog eens wat zullen willen verdienen. Maar dat gaat het niet om. Het was in die tijd een leuke tijd. En voor heb ik daar het geld verdiend. Maar daarvoor ook voor geknokken, et cetera, et cetera. Maar
Ja, het wordt een geweldige tijd. Het wordt de grondslag van het betaald voetbal in Nederland. Hè? Daar ben ik een van die pioniers. Ja, dat waar, want we waren amateur en te kregen voor reisvergoedingen. Dat waren al geld verdiend. Dat Fortuna 54 nooit kampioen is geweest, dat vindt Jan nu nog heel erg. Ja, in wezen wel. In wezen wel. Verhouden de spelers ervoor. Maar dat klikte net 100%. En daarvoor is dat niet geluk. Maar voor hetzelfde geld als toch die toplui in de tijd, als die ons beter hadden metgetrokken, dan waren we misschien toch weer gekomen. Maar ja, het is niet zo geweest. Hè. Ja, maar al met al, de Gideus Joost of Giet Joost, dat stond dus echt in de basis van betaald voetbal. Hè? Ja, Giet, dat was de man van de voetbal. Hè? Want dat is de enige die de KNVB onder de knie gekregen. Dus Giet heeft dat toen geweldig goed gedaan. En zeer zeker voor spelers. Ja. Er werd op waardige wijze afgesloten. En daar mochten alle aanwezigen aan meedoen. Het zingen van de befaamde clublied uit die tijd. Ja, daar gaat de pret pas goed beginnen. Waar je komt op straat of in het café. Iedereen zingt dit refreintje mee. Dan kan alleen Fortuna. Het huidige Fortuna wil ook graag stilstaan bij het jubileum. En daarom heeft men een jubileumloterij opgezet. Waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Fortuna Sittard. Dit is een initiatief van u, heb ik begrepen. Wie zit je er weer op gekomen? Ja, de veiling loopt binnen op zijn eind. We hebben binnen 100.000 euro op je heen. En dan moesten we weer een andere actie uitdenken. En als je dan met een paar jongens om het over zit en kump, ja, wat kunnen we gaan doen? Een loterie hoor. Ja, ik zeg gewoon geen loterie hoor. Met gewoon een mixer en een broodrommel of met één auto voor 25 of 50 euro. Dan moet het ook het zijn wat ze weer apart met naar voren komt als Fortuna zijnde. Ja, dan hebben we 6 auto's en 23 andere topprijzen en dan voor slechts 10 euro per lot. Ja, dat is uniek in Nederland volgens mij. Wat zijn de andere prijzen nog? 2 fietsen, 2 televisies, 2 laptops, 10 keer fitness arrangement en zo'n prijzen allemaal. Dus de mensenprijs is 500 euro weer. Wat kost een lot? Wat kost een lot? Een lot kost 10 euro maar. Je moet voor iedere euro knokken. En als dan zeg maar supporters opstaan van de club. En die zeggen we gewoon een initiatief doen om met name de jeugdopleiding van Fortuna Sittard nog een hoger plan te tillen. Omdat we er op talentontwikkeling hebben ingezet. Ja, en die hebben 40.000 euro. 40.000 lot te laten drukken aan Tietje. Ja, zo proberen we natuurlijk voor de jeugdopleiding een enorme impuls te geven. En ja, het is gewoon fantastisch dat John van Borren, maar ook al die andere mannen die hier nu staan. En ik ben bang dat ik namen vergeet, dus ik kan ze niet allemaal nemen. Maar dat die gewoon de moeite doen om hier om in de zaterdag de ganse dag dit te promoten en lotjes te verkopen. Ja, en dan vind ik ook dat Veros gezicht moeten laten zien.